luister, zo'n geval als Amrabat, dat is echt ongelooflijk. Ik bedoel, ik was, toen hij bij Utrecht zat, was ik al een fan van Amrabat. Ik heb die jongen zien komen, toen zat hij nog op de bank bij Utrecht, die Amrabat. En toen kwam hij bij mij op bezoek met zijn broertje, met Noordin, zie het voor je. En toen zeiden Noordin en ik tegen hem, hey, jij moet je mondje houden, want jij zit op de bank bij Utrecht. Kop dicht. En toen zei hij, let maar op, ik kom er nog aan, zei Amrabat. En dat deed hij, want hij kwam in het eerste van Utrecht en daar speelde hij goed. En terecht nam Feyenoord hem. Alleen Feyenoord heeft nooit zijn talent onderkend. En Feyenoord deed hem weer weg naar Club Brugge. Die wisten het ook helemaal niet helemaal goed. Hij gaat door naar Hellas Verona. Hup, weg is hij weer, onze vriend. En nu is hij verkocht. Hé, hey, voor 20 miljoen Feyenoord. Voor 20 miljoen aan Fiorentina. Ik heb hem net nog een appje gestuurd. Hij zegt gefeliciteerd. Weet je nog dat je op de bank zat? Hij zegt ja, het was keihard werken. En gefeliciteerd jongen, top. En Feyenoord, zo moet je dus niet met goede aankopen omgaan. Dat blijkt dus weer. Die gooien dus miljoenen de haven in.